Nataki is Rekasani. Dat was de duidelijke reactie van kapitein Albert Dalen van Tapuripa. Hij reageerde tegenover het Nationaal Informatie Instituut, NII, na een kroeto die onlangs in het dorp is gehouden. Tijdens de kroeto die ging over de goudkwestie te Albina zijn er afspraken gemaakt over de manier waarop er in de toekomst goud gewonnen moet worden. Kapitein Dalen was vol lof over de vergadering. Afasifau taki da wakamoi. De minister zei fifu stau sau taki. Anga bifidu chago ja pigiman. Ange wo woko. Anga bifidu chago ja pigiman ange wo woko. Sandi au taju ange wo du. Da wafende akutu du kucha wafende taku. Ufende mbum. Het is een hele goede vergadering geweest. We hebben ons doel bereikt. We wilden in eerste instantie met de gemeenschap spreken over hetgeen gebeurt in Driepadden en Tapuripa en een aangeven wat de spelregels zijn. Na asande kali samenwerken wat moeilijk is ani. Ja bifu teke guenti fu wo koma kandi. Alle teke faye mi bashia de taki kabaso yeke mi kabiteng. En kalok mi betaki na mas mi kabiteng mi taki na masa bashia fu Driepadden na mi bashia ook tu. Dus dan a samenwerken dan wat moeilijk is aan je voor sa chau safe kwam kan die voor kom kan die want sampa sa zelf a pikin die meke yeke papa zo ik je wa mama ala una ya be wa manito dat le take fire captain take ba fra life a pikin kia want a pe si bakada una ifu sta safe samawi mara to fu pe odia ini u safe ay u safe da ko fu sta ko takanga u safe u gwa u safe ko takanga u safe change pak se anga u safe fu sa fu stan fu sa fe no bombe tetama gi a generasi fu tama de kon bika fu side e fu no bigen ya nuno da de piki wana u fele pesi en ding e ke basia na kabite sefi taki anga de sefi makandi taki umpu beli fu koma kanya anga u sefi bika side undi ko kwa baka na ya uko shika bite anga basia en de padanga tapupa kiki. Winston Kenti, woordvoerder van Driepadden en Tapuripa. Volgens hem zijn praten en samenwerken de beste middelen om tot oplossing van zaken te komen. De burgermoeder van Brokopondo, Kenya Panza, was ook heel tevreden over het verloop van de kroeto. Vol, niemand heeft elkaar gedisrespect. We hebben ook we hebben met de mensen gesproken, de ondernemers waren in de zaal, traditioneel gezag. De petitie die naar de president is gestuurd is voorgelezen door een van de ondernemers. En samen gaan we dus aan tafel zitten. De minister van NH is breedvoerig uitgegaan welk model eigenlijk gekozen moet worden voor de structurele oplossing. Minister Dikan is een beetje ingegaan op dat stukje van ontwikkeling. En samen gaan we dan met de gemeenschap de juiste plan van aanpak toepassen, zodat dit ook een successtory wordt. Want we hebben al een successtory en dat is met Makamboa. Zoals we al in de stad een vergadering had belegd met de verschillende stakeholders, waarbij we een bepaald traject hadden uitgezet. En nu zijn we bezig dat traject af te lopen. Afgezien van deze vergadering waren er al voorbereidende vergaderingen geweest. En vandaag was het doel dat we bepaalde afspraken moesten maken met het traditioneel gezag, de ondernemers en de gemeenschap, de districtscommissaris. En dat is gebeurd, dus we keren vandaag tevreden terug. Edgar Dikan, minister van regionale ontwikkeling en daarvoor de Brokopondo Kenya Panza. Zij hebben vorige week geparticipeerd in een kroeto die belegd is over de goudkwestie. De aanleiding van deze vergadering was de gevaarlijke situatie die was ontstaan vanwege de wijze waarop de bewoners van beide dorpen aan goudwinning deden. Het videomateriaal is afkomstig van het NII.